Water, water en nog eens water. Wist je dat vanuit elk huishouden per dag gemiddeld 500 liter water het riool instroomt? Maar waar gaat dit water nu eigenlijk naartoe? Dat ga ik je uitleggen. Als eerste gaat het naar het rioolgemaal. Hier wordt het water doorgepompt via de leidingen richting de rioolzuiveringsinstallaties in Marum, Gaarkeuken en Zuidhoorn. Het waterschap zuivert hier het rioolwater tot schoon water. Daarna wordt het afgevoerd. In Marum doen we dat bijvoorbeeld op het Dwarsdiep. Maar dit wordt anders. Door de nieuwe Europese Milieuwet mag dit water niet meer geloosd worden op het kwetsbare Dwarsdiep. Maar wat gaan we dan doen, hoor ik je denken. We vervangen 3 rioolzuiveringsinstallaties voor 1 nieuwe in Gaarkeuken. Dus dezelfde reis van het water, maar een andere route en eindbestemming. Zoals ik net al zei, gaat het afvalwater via rioolleidingen naar het rioolgemaal. En ook deze zijn toe aan vernieuwing. Daarom worden sommige gemalen nieuw gebouwd en andere krijgen een technische update. Om de reis van dit water vlekkeloos te laten verlopen, wordt het vanuit het rioolgemaal doorgepompt richting de rioolzuiveringsinstallatie. Dat water loopt allemaal door persleidingen. Dat zijn leidingen van zo'n 50 centimeter breed. En omdat we van 3 installaties naar 1 gaan, leggen we zo'n 20 kilometer aan nieuwe persleidingen aan. Van Marum en Zuidhoorn naar Gaarkeuken. En Gaarkeuken is dan dé nieuwe eindbestemming. Zoals je op de route kunt zien, hebben de leidingen nogal wat bochten. En dat heeft vooral met de omgeving te maken. Denk maar eens aan woningen en huiskavels van grondeigenaren in de buurt. Daar leggen wij de leidingen omheen. Maar het is ook ter bescherming van flora en fauna. Laat ik daar nog wat meer over uitleggen. De meest nieuwe persleidingen leggen wij aan onder de grond, in een ontgraving. En wanneer dit niet mogelijk is, dan doen we een zogenaamde gestuurde boring. We vermijden beschermde boomsingels en boren de leidingen onder wegen en vaarten door. Ook houden we rekening met het broedseizoen van de vogels. Mooi hè, dat dit tegenwoordig allemaal zo kan. En dan aan het einde van die leidingen komen we uit in Gaarkeuken. Hier bouwen we de nieuwe rioolzuiveringsinstallatie. En deze beschikt over de nieuwste technieken om ons water weer schoon te maken. Oh ja, en we zorgen er ook voor dat hij mooi in de omgeving past, zodat hij niet zo opvalt. En om aan de milieuwetten te voldoen, voeren we het gezuiverde water af achter mij in het Van Starkenborghkanaal. En nu hoor ik je al denken, maar waarom mag het hier dan wel? Nou, omdat in dit kanaal er veel meer water zit. En daarnaast gelden er andere normen voor de waterkwaliteit. Uiteindelijk wordt het gezuiverde water samen met water uit het kanaal afgevoerd naar zee. Een zuiver verhaal. En uiteindelijk, als de cirkel rond is, begint het weer van voren. En dat allemaal langs de nieuwe rioolgemalen, persleidingen met als eindbestemming de waterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. Heb jij nog vragen over dit project of over de reis van het water? Neem dan eens een kijkje op noorderzeilvest.nl/rwzi Westkwartier.